Staatsziekenfonds en Sint Vincentius Ziekenhuis verkennen mogelijkheid voor opzetten HAP. De directies van het Staatsziekenfonds, NV Medhulp en het Sint Vincentius Ziekenhuis hebben op 10 februari overleg gevoerd om de haalbaarheid van het opzetten van een huisartsenpost op de locatie van de spoedpost van het ziekenhuis te verkennen. De Stichting Staatsziekenfonds, SFF, voert actief het beleid van de regering uit om de zorg dichter bij de burgers te brengen. Het is vaker aangegeven door patiënten dat buiten de reguliere polietijden van de huisartsen er nauwelijks acute huisartsenzorg beschikbaar is. Patiënten die in de avonduren of in het weekend acuut een huisarts nodig hebben, zijn veelal aangewezen op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, die daardoor overbelast raakt met de vele huisartsengevallen. Het SZF wil de gemeenschap tegemoetkomen door het opzetten van huisartsenposten waar een ieder terecht kan. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.